We gaan het hebben over het PPA. En ik ga je ook een heleboel vertellen over predicatief vertalen. Maar waarschijnlijk zeggen beide dingen je nog helemaal niets. Dus laten we maar gewoon snel beginnen en het stap voor stap opbouwen. Kijk, de meester roept, ik heb honger. En wat gebeurt er dan? Dan komt de slaaf snel binnen met de maaltijd en hij zegt, de maaltijd is klaar. Nou, kijk even naar de zin. Servus intrat zal je wel weten. Dat betekent de slaaf komt binnen. En vocans, dat is ons PPA. En vocans komt van vocare, roepen. Dus wat zal hier nou moeten? Denk daar even over na, terwijl je nog een keer de spannende herhaling ziet van de slaaf die binnenkomt. Hoe komt die binnen? Roepend. Kijk, dat is het PPA. In het Nederlands herken je hem aan de ND. Het heet in het Nederlands geen PPA, ga ik je zo vertellen. In het Latijn herken je hem aan de NS. Nou, en wat betekent nou dat PPA? P staat voor participium. En daar zit het woord part in, hè, deel. Dus het is een deelwoord. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Dat is een vorm van het werkwoord. Die andere P die staat voor presens. En presens wil niet zeggen dat je het tegenwoordig vertaalt, met de tegenwoordige tijd. Maar het is net als bij de ACI, dat je het gelijktijdig vertaalt met de persoonsvorm. Daar ga ik straks wat meer over vertellen ook. Dus net als bij de ACI. En die A die staat voor actief. Dat betekent dat het onderwerp het doet. Kijk maar, de slaaf die komt binnen. En wie roept er? Ook de slaaf. Dus dat betekent dat het actief is. Dus de meester heeft er eigenlijk niks mee te maken. En dat kan je vertalen met een voegwoord ook. Dan kan je zeggen, de slaaf komt binnen. En welk voegwoord geeft nou aan dat het gelijktijdig is? De slaaf komt binnen terwijl hij roept. Met terwijl kom je een heel eind om het PPA te vertalen. Je kan het nog op een andere manier vertalen. En dat is zo. De puntje puntje slaaf komt binnen. Dan moet je dus bijvoeglijk vertalen. Dat kan ook. De roepende slaaf komt binnen. Nou, je ziet, er zijn heel veel manieren om dat PPA te vertalen, maar het draait allemaal om gelijktijdigheid. Ik ga nog eventjes laten zien wat het nou precies is, even via een plaatje. Kijk, hier heb je de slaaf, dit is een tijdbalkje, verleden, heden, toekomst. De servus intrat, de slaaf komt binnen. En als hij dat nou roepend doet, waar moet dan vocans op de tijdballen komen te staan? Nou, recht onder intrat, want dat moet gelijktijdig zijn. Dus de slaaf komt roepend binnen. En dat roepend geeft aan gelijktijdig met binnenkomen. En je kan dat dus ook met een bijzinnetje doen. De slaaf komt binnen terwijl hij, dat moet je ook in de tegenwoordige tijd doen, komt is tegenwoordige tijd, dus terwijl hij roept, ook tegenwoordige tijd. Nou, gaan we nu naar de verleden tijd. Kijk maar, de slaaf kwam binnen. En waar moet nu vocans? Gelijktijdig. Dus het moet precies gelijk met de persoonsvorm. Dus die komt daar rechtonder te staan. Dus hoe vertaal je dat dan? De slaaf kwam roepend binnen. Hey, in het Nederlands verandert er niks, in het Latijn ook niet. Maar het verandert wel als je er een bijzin van maakt. Kijk maar, de slaaf kwam binnen terwijl hij, en nu moet je er riep van maken. Zie je? Dus kwam is verleden tijd, dus riep is ook verleden tijd. En dat heet dus gelijktijdig vertalen. En zo ziet het PPA er in alle naamvallen uit. Die NS die we net steeds zagen, die zie je eigenlijk alleen maar in de nominatieven terug. Want de stam is eigenlijk de werkwoordstam, voca, en dan NT erachter. En dan alle uitgangen, is, I, M, E. Nou, die uitgangen die ken je al, nagenoeg. Want dat zijn gewoon de uitgangen van de Fortis-groep. Kijk maar, met één uitzonderingetje. En dat is die I van de Fortis-groep in de ablatives. Dat wordt weer een E bij het PPA. En ik zeg, het wordt weer een E, want die E die ken je waarschijnlijk nog wel van de derde groep. Hè? Bij pater, patris, patrie, patrem, patre. En toen moest je hem even afleren voor de Fortis-groep, dat het een I werd. Maar nu mag je hem weer aanleren, want bij het PPA is het dus wel weer gewoon een E. In het meervoud zijn het gewoon de normale naamgevallen zoals je gewend bent. Dan moet je nog even weten dat er bij de I en de medeklinkerstammen nog een E'tje tussen stam en uitgang komt. Dus het wordt het audiens, audientis, audienti enzovoort. En doekens, doekentis, doekenti. Nou, dat gaat eigenlijk vanzelf goed. En je moet deze drie uitzonderingen nog even leren. Ire is het PPA en de nominatief is iens. En daarna voor elk andere naamval is de stam ejunt. En dan krijg je dus ejuntis, ejunti enzovoort. En volens en nolens, die zijn van vellen en nollen. Nou, gewoon uit je hoofd leren dus. Even nog alles op een rijtje wat ik over het PPA heb gezegd. Zo ziet hij eruit, vocans. Je neemt de werkwoordstam, voca, en dan zet je er ns achter. En in het meervoud ntes. En die e die komt er dus bij de i en de medeklinkerstammen bij. Je verbuigt hem als ingens, dat is zeg maar van de Fortis-groep met die ene vorm voor de nominatieve enkelvoud. In het Nederlands noemen we hem een tegenwoordig deelwoord.
of onvoltooid deelwoord. Het is gelijktijdig en het is actief. Nou, dan heb je alles weer even op een rijtje. En dan gaan we nu even wat nauwkeuriger bekijken hoe je dat PPA nou kan vertalen. Hier zie je een PPA Amans. Kijk, Marcus gaf een roos, dat weet je wel. En nu gaan we Amans erin stoppen. En een hele eenvoudige manier om hem te vertalen is bijvoeglijk. Want dan zeggen we de verliefde Marcus gaf een roos. Dan hebben we hem bijvoeglijk vertaald. Want Amans is dan gewoon een bijvoeglijke bepaling bij Marcus. Je kan hem ook op een andere manier vertalen. In principe kan je dit ook natuurlijk vertalen met de verliefde Marcus gaf een roos. Maar ik heb het expres even andersom gezet om je te dwingen om het anders dan bijvoeglijk te vertalen. Dus hoe doe je dat dan? Dan zeg je dus Marcus die gaf een roos. En dat deed hij. Hoe deed hij dat? Amans. Marcus gaf verliefd een roos. En wat is dit nou dan, dat verliefd? Het is niet bijvoeglijk, maar het is predicatief. Oh jee, wat is dat nou, predicatief? Dan moet ik eerst eventjes gaan uitleggen. Dus we laten even dit schema voor wat het is. En dan ga ik eerst even wat beter uitleggen wat predicatief nou precies is. We moeten even één stapje terug naar iets wat ik al eerder heb uitgelegd. Het mooie meisje danst. Waar geeft mooie, op welke vraag geeft mooie nou een antwoord? Dat zou de vraag zijn, welk meisje danst of wat voor meisje danst? Want mooie zegt iets over het zelfstandig naamwoord meisje. Nou, in zo'n woord noemen wij een bijvoeglijk naamwoord of een bijvoeglijke bepaling. Aan de andere kant heb je het meisje danst mooi. Dan geeft mooi antwoord op de vraag, hoe danst het meisje? Want mooi zegt hier niet over het zelfstandig naamwoord, maar mooi zegt hier iets over het werkwoord. En dat soort woorden noemen wij bijwoordelijke bepalingen. Nou, dat was oud nieuws. Nu gaan we iets nieuws doen. Het meisje danst lachend. Hier hebben we het onvoltooid deelwoord, hè, wat in het Latijn een PPA zou zijn. Waar geeft lachend nou eigenlijk antwoord op welke vraag? Eigenlijk, als je goed nadenkt, op twee vragen tegelijk. Namelijk, welk meisje danst? Nou, het lachende meisje. En hoe dansen dan? Lachend. En eigenlijk is dus lachend zowel bijvoeglijk, want het zegt iets over een zelfstandig naamwoord, als bijwoordelijk, want het zegt iets over een werkwoord, tegelijk. En dat noemen wij in het Nederlands een dubbel verbonden bepaling. En dat noem je dus ook predicatief. Dus predicatief wil eigenlijk niks meer en niks minder zeggen dan dat het tegelijkertijd bijvoeglijk en bijwoordelijk is. Dit vind ik zelf ook een heel mooi voorbeeld van het verschil tussen bijvoeglijk en predicatief vertalen. Dit zinnetje kennen we allemaal in het Nederlands. Canes latrantes non mordent. Dus canes non mordent betekent honden bijten niet. En latrantes is het PPA van latrare, blaffen. Nou, als we dat nou bijvoeglijk gaan vertalen, dan krijg je het gezegde blaffende honden bijten niet. Maar dat is misschien een beetje cryptisch. Want wat bedoelen we er nou eigenlijk mee als we dat zeggen? Als we dat predicatief gaan vertalen, dan wordt die bedoeling iets duidelijker. Dan ga ik hem eerst heel lelijk predicatief vertalen. Dan ga ik hem dus niet bijvoeglijk doen, blaffende honden. Maar dan ga ik blaffend aan het eind zetten. Honden bijten niet blaffend. Nou, dat klinkt voor geen meter. Hè? In het Nederlands kan je predicatief veel beter vertalen met behulp van een voegwoord en een bijzin. En dan krijg je dus dit. Honden bijten niet, hoewel ze blaffen. Kijk, en dat is eigenlijk wat het gezegde wil zeggen. Dus honden die heel hard blaffen, daar hoef je niet bang voor te zijn, want die bijten niet. Of mensen die heel hard schreeuwen, hoef je niet bang voor te zijn, want die doen echt niks. Dat is maar één van de manieren waarop je het predicatief van kan vertalen. Want je kan ook een heel ander voegwoord gebruiken, bijvoorbeeld honden bijten niet, omdat ze blaffen. Ja, dat is niet echt logisch. Maar deze, honden bijten niet terwijl ze blaffen of wanneer ze blaffen, dat is eigenlijk heel logisch. Want als een hond bezig is met blaffen, dan kan hij niet bijten. Maar daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Ik ben juist bang voor een hond wanneer die stopt met blaffen, want dan kan hij me gaan bijten. Maar dan werkt het spreekwoord natuurlijk niet meer. Maar je ziet het, predicatief vertalen is heel wat minder dubbelzinnig dan bijvoeglijk vertalen. Nou, misschien vond je het een beetje een ingewikkeld verhaal, maar wat ik eigenlijk alleen maar wil dat je hiervan onthoudt, is dat je predicatief heel goed kan vertalen in het Nederlands met een voegwoord. Dus nu kunnen we weer terug naar ons oorspronkelijke schema. Predicatief, simpel gezegd, met een voegwoord vertalen. Dus Marcus gaf verliefd een roos, dat klinkt wel hè, maar ik kan het ook veel mooier met een voegwoord doen. Marcus gaf een roos terwijl hij verliefd was. Je kan ook een heel ander voegwoord doen, omdat hij verliefd was, toen hij verliefd was. Je kan het zelfs doen hoewel hij verliefd was. Dat is een beetje lastig voor te stellen, maar het zou wel kunnen.
En dat is dus de tweede manier waarop je een PPA kan vertalen. Dus we hebben nu bijvoeglijk en predicatief gehad. En dan is er nog een derde manier. En dat is deze. Kijk maar. Marcus amanti rosam dabat. Marcus gaf een roos. En nu zien we amanti. Dat is een dativus. Congrueert die ergens mee? Nee. Nou, eigenlijk is dat al voldoende aanwijzing. Als het nergens mee congrueert, dan staat het dus zelfstandig. En dit is dus ook een zelfstandig vertaald PPA. Dus Marcus gaf aan zijn geliefde, dus dan wordt die hele PPA verliefd, wordt gewoon een zelfstandig naamwoord als het ware, gaf aan zijn geliefde een roos. Nou, die is vrij zeldzaam, maar hij komt wel eens voor. En zeker bij amanti, amantes, dat is wel een veel voorkomende zelfstandig PPA, minnaar. Nou, dit is mijn tip. Vertaal hem eerst predicatief, dus eigenlijk gewoon met het woordje terwijl. Begin daar eigenlijk gewoon altijd mee. En als dat niet past, probeer dan eens bijvoeglijk of zelfstandig. En soms is het overduidelijk bijvoeglijk, dan kan je daar meteen mee beginnen. Maar over het algemeen zou ik zeggen, begin gewoon met terwijl en kijk dan of je iets anders moet doen. Nou, nog een paar losse eindjes om even te bespreken. We hebben het net over zelfstandig gebruik van een PPA gehad. Aan zijn geliefde gaf hij een roos. Je kan ook andere woordsoorten zelfstandig gebruiken. Nou, dit is een bekend komisch duo die je hier ziet. De dikke en de dunne. Dat zijn natuurlijk eigenlijk twee bijvoeglijke naamwoorden. Dik en dun. En als je er de voor zet, dan is het opeens een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord. Dat kan je bijvoorbeeld ook doen met multi, velen van ons. Ja, eigenlijk zijn het veel mensen. En dan maak je dus van een bijvoeglijk naamwoord een zelfstandig naamwoord. Maar hier hebben we amante, zei ik net al, die komt wel vaak voor. Dan maak je van een PPA dus een zelfstandig naamwoord. En ook van een bezittelijk voornaamwoord nostri, de onzen kwamen ons helpen. Dat kan je ook zelfstandig gebruiken. Nou, dit hoef je niet uit je hoofd te leren of zo, maar dit ga je wel eens in teksten tegenkomen. Dan weet je het alvast. En dan vaak in het onzijdig. Dus multa is eigenlijk onzijdig meervoud van multus. En dan kan je er dingen bij bedenken, veel dingen. Of onzijdig enkelvoud, bonum, het goede, of meum, het mijne. Nog één laatste dingetje, dan ben ik echt klaar met mijn uitleg. En dan kunnen we gaan oefenen. En dat is dat je ook zelfstandige naamwoorden soms predicatief kan vertalen. En dat werkt heel anders dan een PPA. Bij een PPA, hopelijk heb je inmiddels onthouden, als je die predicatief vertaalt, dan doe je dat met een voegwoord, met terwijl of omdat of hoewel enzovoort. Bij een zelfstandig naamwoord werkt het heel anders. Het is soms lastig om te herkennen hoor, wanneer je iets predicatief moet vertalen. En vaak staat het er ook in de aantekeningen bij, vertaal dit predicatief. Nou, hoe pak je dat nou aan? Nou, eerst even kijken hoe je er zelf achter zou kunnen komen. Meestal hou je een woord over namelijk. Hier hebben we Hannibal, die haatte de Romeinen al. En dan hebben we eigenlijk een prima zin. Maar we hebben nog een woordje over in de nominatieves. Maar we hebben al een onderwerp. Hannibal. Maar dan hebben we ook nog jongen. Nou, dan moet je, en waarschijnlijk staat er dan wel in de aantekeningen bij, vertaal puer predicatief. En nu komt de grote truc. Hoe doe je dat dan? Dat doe je met het woordje als. En dan klopt het opeens wel. Want dan krijg je, als jongen haatte Hannibal de Romeinen al. Dus iets heel anders dan het PPA predicatief vertalen. Als je een zelfstandig naamwoord predicatief vertaalt, doe je dat met het woordje als. En nu ben ik echt klaar met uitleggen en nu gaan we alles uitproberen door middel van een aantal oefenzinnetjes. Brutus dolorem dissimulans in sede sedebat. Nou, eerst de zinskern er even uithalen. Brutus zat op zijn stoel, in zijn zetel. Verleden tijd, dan gaan we op zoek naar het PPA. Kijk, hier heb je NS, dus dat is het PPA in de nominativus, dus dat congrueert met Brutus. En ik zei als tip, begin altijd met terwijl te vertalen. Tenzij het 100% duidelijk is dat het bijvoeglijk is. Nou, dat zie ik hier niet, want het staat niet heel... Als het bijvoeglijk is, dan moet het eigenlijk direct bij het woord staan waarmee het congrueert. Dat is niet zo. Dus ik zou gewoon beginnen met terwijl. En dan moet je het gelijktijdig vertalen. Dus hij zat terwijl hij verborg. Dus Brutus zat in zijn stoel terwijl hij verborg. En dan hoort daar nog bij dat PPA, hoort nog een accusativus, een leidend voorwerp, terwijl hij zijn verdriet verborg. Zie je, de simulans congrueert met Brutus en dolorem hoort daarbij. En hier heb je de hele zin en we hebben het nu dus gewoon keurig predicatief vertaald. Ja, de meeste van de gevallen zal predicatief zijn. Hoc facere debes, nolens aut volens. Nou, het eerste stuk kan je zo vertalen, want dat heeft niks met PPA te maken. Je moet dit doen.
En dan zien we hier twee PPA's, nolens en volens. Eindigt op NS, dus het is weer nominatief is enkelvoud, congrueert met het onderwerp. En die zit hier niet in, want die zit in de persoonsvorm opgesloten. Dus je is gewoon het onderwerp. Dus daar gaan we, het is gelijktijdig. Dit is tegenwoordige tijd, dus terwijl je niet wil of terwijl je wil. Nou, dat klinkt natuurlijk voor een meter, dus je moet wel ietsje creatiever vertalen. Dit moet je doen, of je het nu wil of niet. En nu hebben we het weer predicatief vertaald, hè? Met een voegwoord. Regulus candidulae dormienti osculum dedit. Eerst even de zinskern. Dedit is gaf. Wie gaf? De prins gaf. Wat gaf hij? Een kus. En aan wie gaf hij die? We zoeken een dativus. We hebben er twee. Candidula is Sneeuwwitje. Dus de prins gaf een kus aan Sneeuwwitje. En dormienti is de PPA. Dat zien we aan de NT met een i'tje. Dus dat is dativus. Congrueert met Sneeuwwitje. En ik zei van probeer het altijd eerst predicatief. Dus met terwijl te vertalen. En anders probeer je wat anders. Nou, dat kan wel. Kijk maar. Als je zegt de prins gaf een kus aan Sneeuwwitje terwijl ze sliep. Dat is een prima vertaling. Maar hier is het wel ietsje handiger en makkelijker om het gewoon bijvoeglijk te vertalen. Er staat ook niks tussen, staat naast elkaar. Dan is de kans redelijk groot dat je het bijvoeglijk kan vertalen. En dan krijg je dit. De prins gaf een kus aan de slapende Sneeuwwitje. En dan is het bijvoeglijk. Magister, videns discipulos non audire, tamen grijke docere temptabat. Flinke zin, maar we gaan hem gewoon even analytisch uit elkaar pluizen. De persoonsvorm is temptabat, probeerde. Wie probeerde? De meester probeerde, nominatief is enkelvoud. Wat probeerde hij? Dan zoeken we een infinitivus. Er staan er twee in. Hij probeerde te luisteren. Lijkt me niet echt logisch. Hij probeerde te doseren. Ja, dat lijkt me goed. Wat probeerde niet te doseren? Grijken. Dus de meester probeerde Grieks te doseren. Tamen, toch. Oké, nou dan houdt het wel een beetje op met de zinskern. Dus nu moeten we ons hierop gaan storten. En daar hebben we ons PPA, videns. Eindigt op NS, dus dat is nominativus. Dus die moet met magister congrueren. Dus de meester, en ik zei al, probeer het altijd eerst met terwijl en dan gelijktijdig vertalen. Temptabat is verleden tijd, dus dan wordt dit terwijl hij zag. Dus terwijl hij zag, en dan komt er een ACI. Want ook een PPA is gewoon nog steeds een werkwoord en er kan nog van alles bij komen. In dit geval een ACI, want zien dat vraagt om een ACI. Dus terwijl hij zag dat de leerlingen niet luisterden, probeerde hij toch Grieks te leren. En kijk, nu kan je dus vanwege tamen, weten we nu dat we terwijl iets anders moeten vertalen. Want dit is toch, dus dan wordt terwijl, kan je dan veel beter vervangen door hoewel. En dan krijg je dus de zin, hoewel de meester zag dat de leerlingen niet luisterden, probeerde hij toch Grieks te doseren. Dat doen we dus weer met een voegwoord, hoewel, dus dat is predicatief vertaald. Barba hominis in medio stantis horribilis est. Eerst maar weer even de zinskern. De baard is angstaanjagend. En hier zien we een PPA. NT met de uitgang is. Dat is genitivus. Waar congrueert het mee? Met hominis. En dat is ook een genitivus. En die staat weer bij barba. Dus de baard van de man. Terwijl hij staat in het midden. Is verschrikkelijk, is angstaanjagend. Dus de baard van de man, terwijl hij in het midden staat, nou, dat is niet zo mooi, hè? Dus dan kan je het beter met een bijvoeglijke bijzin doen. De baard van de man, die in het midden staat, is angstaanjagend. Zo kan het dus ook. Dit is ook bijvoeglijk, hè? Met een bijvoeglijke bijzin, met die. Spectantes teriti erant. Lekker kort zinnetje. Daar gaan we. Erant is, zij waren, teriti geschrokken. Zij waren geschrokken. En spectantes is PPA, meervoud, nominativus. Congrueer dus met de zij die hierin opgesloten zit. Dan krijg je, zij waren geschrokken terwijl ze toeschouwden. Dat klinkt niet echt lekker, hè? Zo hebben we het predicatief vertaald. Maar als dat niet echt lekker klinkt, dan ga je een van de andere gebruiken. Kan je het bijvoeglijk doen? Nou, niet echt, want er is geen ander woord weer waarmee het congrueert. En zelfstandig dan? Ja, dat gaat heel goed lukken, want spectantes kan je natuurlijk gewoon vertalen met zij die aan het kijken zijn. Dus oftewel, de toeschouwers. De toeschouwers waren geschrokken, is een prima vertaling van deze zin. Non amici diverterunt. Diverterunt is, zij gingen uit elkaar.
non is niet en amici is vrienden, nominatief is meervoud. Dus op het eerste gezicht zou je zeggen, dit vertaal je met de vrienden gingen niet uit elkaar. Nou, ten eerste zou dan de volgorde anders zijn, dan zou je zeggen amici non divertierunt. En ten tweede klopt het natuurlijk helemaal niet met het plaatje hier, want ze gaan wel degelijk uit elkaar. Dus wat moeten we dan met amici? Dit is dus zo'n geval waarin je het predicatief moet vertalen. En soms zal het bij de aantekeningen staan, dan staat er hier amici vertaal predicatief. En soms staat het er niet en dan moet je er zelf achter komen. En wat had ik ook alweer gezegd, hoe je een zelfstandig naamwoord predicatief vertaalt met het woordje als. Dus dan krijgen we, ze gingen niet als vrienden uit elkaar. En dat is dus predicatief vertalen van een zelfstandig naamwoord. Zo, nou het PPA gaat nog vaak genoeg terugkomen, want we gaan nog een heleboel andere participia behandelen de komende tijd. Dus daar kan je je nog alvast op verheugen.